belletje. Maarten, hele goede morgen. Je bent de laatste. Goedemorgen, met Maarten spreek je. Goedemorgen, hallo. We hebben niet heel lang. We hebben ongeveer, wat is het, rond de 3 minuten. Dus vertel, wat vind jij? Ja, ik vind dat het heel verbazend is als er over het algemeen gereageerd wordt. Wij zien in het ziekenhuis, de BC7-verpleegkundigen, de afgelopen weken een enorme toename aan juist gevaccineerde patiënten. Gevaccineerde, zei je? Ja, juist gevaccineerde patiënten die spijt hebben dat ze gevaccineerd zijn als haren op hun hoofd. Omdat uit onderzoek blijkt, en wij kunnen dat ook in het bloed meten, de zogenaamde dedimeren, dat die enorm gestegen zijn in het bloed. En dat zijn juist de mensen die gevaccineerd zijn, die extra hun auto-immuunsysteem blijkt te worden aangetast door het vaccin. En wij zien een enorme toeloop, ook van gevaccineerde collega's. Ik ben het zelf toch gelukkig niet. Jij bent niet gevaccineerd. Maar die spijt als haren op hun hoofd, omdat nu blijkt dat permanent je auto-immuunsysteem aangetast wordt door ja, de spikes. Maar wacht even, want dat is natuurlijk niet bewezen wat je nu zegt. Het vaccin is getest en het vaccin is veilig bevonden. Ja, nou, dat doen de media geloven, maar er was pas ook een professor Schetters op televisie ook. Die legt uit, het is bewezen dat je auto-immuunsysteem permanent gewoon beschadigd raakt. En wij kunnen dat meten aan de hand van de dedimeren in het bloed. En dan denk je, jeetje, en ik hoor ook de voorgaande sprekers, dan denk je van, jullie hebben er geen idee van de toename van myocarditis Maarten, patiënten de afgelopen. Maarten, dit is wat je nu wel zegt, is allemaal niet bewezen en dat is wel onderzocht. Ik wil je in ieder geval wel heel erg bedanken voor je belletje, want we zijn alweer aan het einde van het uur gekomen. We gaan het zo meteen hebben over diversiteit in fictionele.